In mei hebben we in het Haga ziekenhuis iets landelijks vernieuwends geïntroduceerd. Het IC-portaal. Het is een beveiligde webpagina met op de patiënt afgestemde informatie die voor familieleden en vrienden beschikbaar is. Bij elke dienst kijkt de verpleegkundige of de informatie nog juist is. Als een familielid op de intensive care wordt opgenomen, is dat gewoon heel ingrijpend. Familieleden hebben dan veel vragen. Ze zien van alles rondom het bed van de zieke en willen graag begrijpen wat ze zien. Hoe wordt voeding bijvoorbeeld gegeven? Wat piept er zo? Hoe werkt een beademingsapparaat? En we nemen dan uitgebreid tijd om al die vragen te beantwoorden en met de familieleden te praten. Maar bij thuiskomst willen ze vaak alles nog eventjes rustig nalezen. Dan is het fijn dat ze kunnen inloggen op het portaal. Door het portaal heb ik weer leren kijken door de ogen van familieleden. Die kunnen vanaf huis inloggen en alles nog een keer rustig nalezen. Ook kunnen ze onderling afspraken maken over bezoeken en een dagboek bijhouden voor de zieken. Je merkt echt dat het portaal in de behoefte om te delen voorziet. In ons vak is technologie in het algemeen ontzettend belangrijk. Alle gegevens van patiënten op de IC worden in een speciaal systeem digitaal ingevoerd en opgeslagen. Dit voorkomt niet alleen fouten, maar het is ook werkbesparend. Het nieuwe werken in de zorg betekent meer tijd voor de patiënt, minder bureaucratie en meer flexibiliteit voor de verpleegkundigen.